Meneer Vogel heeft altijd bij de Holec gewerkt en hij is geïnteresseerd in technische snufjes die vooral handig moeten zijn. En ze moeten natuurlijk binnen zijn budget passen. Daarom heeft hij een expert bij hem thuis uitgenodigd. Meneer Vogel, wat is nou eigenlijk de reden dat u heeft gedacht, ik wil eens met een domotica-expert in gesprek? Voor het gemak natuurlijk. Als je daar niet meer zo goed op bij bent, dat je alles met via één knopje kan laten functioneren. Het een en ander gaat al automatisch hier, toch? Ik heb dit. Zou je in één zin kunnen omschrijven wat domotica is? Domotica is een verzamelnaar voor elektrotechnische installatie en componenten die bijdragen tot meer comfort en veiligheid in de woning. Beveiliging is niet alleen inbruikbeveiliging, is ook brandbeveiliging of gasdetectie. En als we kijken naar de toekomst, waarbij we allemaal langer zelfstandig moeten blijven wonen, daar komen we heel wat tekort in die woning. En daarom denk ik ook dat er een hele omslag moet komen, ook vanuit zeg maar, ontwerpend of bouwend Nederland, om ook eens rekening te houden met de toekomst van de woningen. Er zijn wel bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld dat je kinderen kunnen zien of het allemaal goed is. Je hebt nu een systeem, dan krijg je een of ander apparaatje en dan kom je bij een centrale terecht. Uh-huh. En die bellen dan de buren, want die hebben jouw sleutel. En dan komen ze hierheen. Nou, tegen de tijd dat het allemaal gedaan is, dan als ik een goed systeem heb, staan de kinderen heel lang voor de deur. Wat zou u nou kunnen zeggen, nou, dit en dat en zus en zo, in het pakket van domotica past daarin? Heel belangrijk is dat meneer zelf al zegt van, ik wil graag vanuit één punt alles bedienen. Op een iPad kun je bijvoorbeeld al zien wie er voor de deur staat. Met een camera bij de deur. Ja. U zou de deur kunnen openen via de iPad. De verlichting schakelen. De gordijnen openen en sluiten. Ramen openen en sluiten. Is dat iets wat u zou kunnen aanspreken, meneer Vogel? Ja, het is wel interessant. Ja, inderdaad. Want ik doe 's avonds de deur niet meer open, omdat ik niet zie wie er voor de deur staat. Heeft u daar al over nagedacht? Niet over nagedacht. Nee. Maar de aannemer is bezig. Dus je bent nog op tijd eigenlijk. Wat kan meneer Brok hier als aannemer met domotica? In ieder geval zorgen dat er een infrastructuur is dat er het een en ander gemonteerd kan gaan worden. Bijvoorbeeld het openen van de ramen zou makkelijk kunnen zijn om dat vanuit met een afstandsbediening te doen. Wat kan er dan met dat raampje? Hoe ingewikkeld is dat? Ik heb een voorbeeld meegenomen, ja. Zeg maar. Dat zijn allemaal voorzieningen die wij eigenlijk al, nou, nagenoeg standaard in een auto hebben zitten. En dan komen we thuis en dan hebben we een installatie die we 80 jaar geleden ook al hadden. Jan, je hebt ons nu meegenomen naar een huis waar je al eerder bent geweest. Wat heb je hier gedaan? De bedoeling was om een oplossing te vinden voor de gordijnen, omdat ze die moeilijk open en dicht kon doen. We hebben toen geadviseerd om elektrische gordijnrail toe te passen. Met name omdat mevrouw gewoon langer zelfstandig in een woning wil blijven wonen. En je kunt het ook integreren in een huisautomatiseringssysteem, ja, domotica, waarbij je het automatisch 's avonds sluit en overdag weer laat openen. Dit zegt genoeg en weer open gaat hij. Prachtig. Vandaag wordt in Huizen Stoken de aannemingsovereenkomst getekend. En daar wil ik bij zijn. Jullie hebben een aantal offertes aangevraagd, heb ik begrepen, bij diverse aannemers. Wat zijn nu dan uiteindelijk de criteria geworden waarop jullie je keuze hebben gemaakt? Wat ik belangrijk vind is dat hij mee wil denken. Maar daar hadden jullie toch een architect voor? Ja, dat klopt. Maar de architect die zet alles op tekeningen, die maakt een plan, die maakt een bestek. Maar de aannemer komt vaak nog met ideeën en of mogelijkheden wat kan en wat niet kan. Het idee is om hier van dit muurtje een stukje af te halen. Mm-hmm. Nou, je kunt er een stukje afhalen, maar de standleiding loopt door. Ja? En is dan een vraag, wat loopt er nog meer door? We hebben vier gekozen om kwaliteit naast elkaar te krijgen en de prijzen kunnen gaan vergelijken. Ja, het kan nog wel aardige verschillen, ja. Ja, hebben jullie veel verschillen aangetroffen? Ja. Ja, die verschillen kunnen oplopen tot bijna 20.000 euro. Oh, werkelijk? Ja. Jullie zijn echt heel grondig te werk gegaan, Sunny. Ja. Jongen, ja. Ja, maar je moet toch ook een goed beeld krijgen van wat je
ja, wat je wilt gaan doen met de bouw. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja. En het moet ook wel zo wezen dat je er samen door één deur kunt. Ik heb begrepen van de familie Stoker dat ze heel wat verschillende aannemers hebben benaderd. Enig idee waarom voor jullie is gekozen? Ja, ik denk dat die prijs voor hun doorslag gaf. En een stukje hier ervaring dat ze hun hebben genoeg van buren die, waar we ook voor gebouwd hadden. De keuze is op deze gevallen. En dat is naast een goede prijs. Ook gewoon ja, het gevoel wat je bij hem hebt. Rustig, doordacht, wil met je meedenken. Die heeft ook een beetje hetzelfde gevoel en ideeën als wij hebben. Doen jullie dit helemaal zelf of werk je ook nog met onderaannemers? In dit geval doen wij eigenlijk alles zelf op het installatiewerk na. De onderaannemer die zit bij ons bij de prijs in, dus in totaalprijs. Okay. En die wordt ook door ons aangestuurd. En daar doe je nu, daar hebben we afgesproken, daar zal je kalkzandsteen maken? Ja. Dat is maar een kort stukje dus. Tot dus, aan ongeveer waar de deur begint. Ja. Wanneer ga je dat doen? Nee, het raam dat wordt pas als we hier ook het dak dicht hebben zitten. En in dit geval werken jullie met een architect die de tekeningen heeft gemaakt. Is dat nou anders als je wel of geen architect erbij hebt? Nou, de ene architect die kopies vaker op de bodem dan de andere architect. In dit geval zal de architect zo af en toe een keer langskomen, is de afspraak. En als er onduidelijkheden zijn, zal die vaker moeten komen. De rol van de architect is dat hij ons het hele project doorbegeleidt. Zo af en toe eens komt kijken van of het allemaal wel zo gaat zoals het in het bestek staat. De aannemer zelf, die zorgt dat iedereen op zijn plek is en die coördineert dat allemaal. Die zorgt dat de onderaannemers op tijd zijn en dat het hele project op de juiste wijze afgewerkt gaat worden. Je komt in een verbouwing altijd dingen tegen waar je denkt van, hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen? Ja. En dat in samenspraak met de opdrachtgever. In overleg zeg ik altijd, samen zo goed mogelijk. Dat hoor ik je vaak zeggen, in overleg, in samenspraak met de opdrachtgever. Nou, ik denk dat in overleg heel belangrijk is. In dit geval bij een verbouwing zijn de mensen die zitten er echt continu op. Ja. Dus overleg is eigenlijk ook direct mogelijk. Ja. De uitdaging is natuurlijk om, het eindresultaat naar tevredenheid van de opdrachtgever te maken. Heb je er zin in? Ja, heel veel. Ja, echt? Ik kan niet afwachten. Ja. Ik hoop toch wel dat hij met een 2 maandjes klaar is. Ja. En dan volgend jaar kunnen we. Met 17e kerst hebben we alles op zijn plek. Nou, iedereen zit er klaar voor. De aannemer, de familie Stoker. De aannemingsovereenkomst ligt op tafel. En ik heb een pen. Er gaat getekend worden. Wie begint? Ik mag beginnen. U mag beginnen? Dank u wel. Nou, zet hem op. Ja. Oh, dan is het goed.